beste kijkers, dit is inderdaad echt irritant. Dat. Nee, dit is het niet. Hier moet wat aan gebeuren. Als je liever thuis blijft op dit moment, of je hebt gewoon geen gelegenheid of geen opticien in de buurt, dan ga ik jou laten zien hoe je zelf je bril kunt bijstellen. Je hebt geen speciaal gereedschap nodig. Hooguit een kopje warm water. Warm water uit de kraan is prima. Dat gebruik je om hem te verwarmen zodat het materiaal wat soepeler wordt. Wil je de waterkoker gebruiken? Prima. Maximaal 60 graden. Het is op zich niet moeilijk. Je moet het alleen in kleine stapjes doen en voorzichtig doen. Ik ga het je laten zien. We doen 2 minuten op de klok. En kijk maar mee. Goed, de bril die afzakt. Wat ik heel vaak zie in de winkel als mensen langskomen, dat de pootjes erg naar buiten staan. Dus als ik deze bril even als voorbeeld pak. Zo, een beetje overdreven. Dan zie ik dit. En dat is niet hoe je het wil hebben. Want als je zo een bril opzet, ja, dat gaat gegarandeerd afzakken. Vanaf ongeveer de ooraanzet loopt het hoofd naar binnen. Dus dat wil je met de bril ook hebben. Met 3 vingers. Vingers aan de buitenkant, duim aan de binnenkant. 3 vingers ga je hem een beetje naar binnen masseren. Zodanig dat je een mooie ronding hebt. En met name vanaf die ooraanzet naar achteren wil je dat hij een beetje naar binnen loopt. Begin gewoon voorzichtig en bouw het op. Dan kan er weinig misgaan. Niet te veel kracht zetten, liever een paar keer vaker. Hier hetzelfde verhaal. Masseer hem een beetje naar binnen. Iedere keer een stukje. Zo. Nou, en dan kom je toch een heel eind. Dit ziet er voor mij ook logisch uit. Pootjes ongeveer recht. Dit mag ook al een beetje naar binnen lopen wat mij betreft. En dan vanaf ongeveer de ooraanzet naar binnen. Het scheelt echt een stuk. Ander punt kan natuurlijk zijn dat de neussteuntjes te wijd staan. Overigens, dat die van je neus zakt wil niet zeggen dat het probleem bij de neus ligt. Maar het kan dus zijn dat die neussteuntjes te wijd staan. Als die echt, laten we het even lekker overdrijven. Als die lekker wijd staan, echt zo. Nou, dan weet je eigenlijk al waar het in zit. Als je dat terug wil buigen, pak de kant die je wil verstellen goed vast. Dat glas pak je goed vast. En dan ga je met je vingers hem ook langzaam stukje voor stukje weer terugbuigen. En doe dat een beetje masseren. Niet in één keer dat willen overbruggen. Andere kant hetzelfde. Glas goed vasthouden. En dat neussteuntje stukje bij beetje weer terug op zijn plek. En kijk dan even of het er logisch uitziet. Naar buiten kan je wel gewoon trekken. Maar naar binnen zou ik het echt dat glas goed isoleren. Wat ik vaak doe is even met de duim dit maken. Je legt hem erop. En dan kijken of dat een beetje aansluit. Dan zit je vaak op de neus namelijk ook wel goed. En dat is dat. Als je een kunststofbril gaat bijstellen, verwarm het. Daarvoor pakken we ons glas water. Glas water gewoon uit de warme kraan is prima. Je hoeft het water niet te koken, niet heet te maken. Wil je de waterkoker gebruiken? Prima. Niet meer dan 60 graden. En dan gaat hij goed. De kant die je wil bijstellen, de kant die je naar binnen wil buigen. Even erin hangen. Een minuutje wachten. We gaan ervan uit dat we een minuutje hebben gewacht. Dan is hij lekker warm, maar niet heet. Als hij niet om aan te raken is, dan is het te heet. Ook voor de bril. En ook weer hetzelfde stukje bij beetje naar binnen masseren. Bij een kunststofmontuur zit er altijd een staal binnenwerk. Dus dat geeft ook die weerstand die je voelt zoals bij dat metalen montuur. Maar dat kunststof, dat moet je even verwarmen, want anders breekt het als je te veel kracht zet. En dan ook weer stukje bij beetje naar binnen masseren. En dan ben je er. Ook hier kan het natuurlijk zijn dat de achterkant te los zit, dat je erbij wil stellen, ook weer verwarmen en met de duim onder de ene kant naar binnen buigen. Ik heb ook wel gezien dat mensen dit doen en het over hun vinger buigen. Ik vind dat er zelf wat griezelig uitzien. Ik buig het over mijn duim, dat geeft mij een mooi weerstand en dan heb ik meer gevoel met wat er gebeurt. Ja, dan kun je in feite heel ver gaan, hoeft vaak niet. Maar kleine stukjes doet vaak al heel veel.
Volgens mij zijn we echt heel erg over de tijd gegaan. Maar goed, wat maakt het uit? Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en dat je bril in ieder geval weer goed zit. Het is trouwens heel anders, hè, dit. Het is een beetje wennen. Ja, ik vind dit toch lekkerder. Maar goed, hoop dat je het wat aan hebt gehad. Heb je nog vragen of opmerkingen, zet ze even hieronder. Je kunt je hier abonneren. Ik ben op Instagram en Facebook te vinden als Alex de Opticien. En ik zie je gewoon weer bij de volgende video.